Heren, we gaan beginnen. Even huishoudelijke mededeling. Tim en ik zitten allebei op een cursus over didactiek. En didactiek, dat is zeg maar hier lesgegeven als dingen. En daarvoor is Tim vandaag de cameraman. Dus eigenlijk heb ik nog een extra camera. Maar in principe maakt dat voor ons niet uit. Ik zie dat er behoorlijk veel mensen die zijn. Beginnen met al af te vallen of is er een andere reden misschien? Ik ga wel af. Is er geen bijzondere reden, weet je wat? Ik laat even een diode zien. Ik laat een lamp zien. Oh, magneet. Condensator. Een spoel. Een transistor, een bipolaire transistor. Een motor. Een halssensor. Een jongetje of meisje, dat weet ik al precies. Een MOSFET. En ik trek er een streep doorheen. En wat we vandaag vooral gaan doen, is dit. En er zit een heel groot verschil tussen. Gelijkenis. Sorry? Gelijkenis. Ja, dat heeft er wel mee te maken. Wat je aan de linkerkant ziet, zijn allemaal dingen, devices die werken met eigenlijk elektrostatiekrachten. En rechts zie je allemaal devices met elektromagnetische krachten. Elektromagnetisme gaan we vorige week doen, maar elektromagnetisme is eigenlijk wat er gebeurt, is als je bewegende lading hebt. Dan krijg je een extra component, magnetische kracht. We gaan nu allemaal dingen behandelen die eigenlijk alleen maar te maken hebben met puur elektrische kracht. Puur elektrostatische kracht. En dat is, dit is elektrostatica, ik kan ook nog wel een voorbeeldje geven met een, het zal best bijzonder zijn. Ja, ik hoop dat het een beetje werkt. Als het goed is, worden die balletjes. Die balletjes worden een beetje gek. Oh. Hoe komt dit? Elektrische lading. Elektrische lading, hè? Elektrische lading. Ik zat ook van tevoren zat ik even de ballon te wrijven. En wat ik dan eigenlijk doe, is dat ik elektronen van hier naar hier toe wrijf of andersom. En als ik elektronen van hier naar hier toe breng, wat is dit dan geworden? Het is positief, hè? En elektronen zijn negatief, dus stel dat er allemaal de elektronen allemaal op de ballon zijn gaan zitten, dan is de ballon negatief en dit is positief. En blijkbaar komt er dan een kracht. En dat zag je hier ook, hè? Blijkbaar komt er dan een kracht. En dat is precies hetzelfde met dit kindje. Precies hetzelfde effect. Is het een meisje of een jongen? Het is een meisje. En de eerste die daar eigenlijk echt wat intelligentie over gezegd weer heeft, is weer een wat oudere meneer Coulomb. En die heeft de kracht tussen twee ladingen. Daar heeft hij een formule voor opgezet. Dus je hebt hier twee ladingen, hè? Zijn dit allebei elektronen dan, bijvoorbeeld? Ja. Dat is niet logisch, hè? Want dan zouden ze niet de kracht hebben naar elkaar toe. Dus de een in dit geval is de ene plus en de andere min. Nou, wat we nu willen is de kracht van deze. Heren, zijn er vragen? De kromme hoezemoes. Meneer met de grijze trui, is er een vraag? Nee. Als ik te snel ga, dan moet ik het gewoon zeggen. Hè? Ik bedoel, dat is niet erg. Vragen kan altijd. Dus wat gaan we proberen te doen? We gaan proberen deze kracht uit te rekenen. Nou, dat hebben jullie waarschijnlijk al wel eens een keer gehad. Dan willen we weten wat de afstand tussen die twee is.
Nou, als je dan de kracht wil opschrijven, als die lading groter wordt, als ik meer heb zitten wrijven, et cetera, wordt de kracht groter. Toch? Mm-hmm. En als deze groter wordt, wordt de kracht groter, maar als die groter wordt, wordt de kracht ook groter. Dus wat willen we boven de steen? Willen we iets met die twee ladingmalen hebben. Als de afstand groter wordt, dan wordt de kracht minder. Dat zag je ook al, hè? Ik moest die ballon er echt bij houden, anders deed hij niks. Nou, die kracht wordt minder met R kwadraat. Waar heeft dat nou mee te maken? Als je die kracht een beetje zou kunnen uitbeelden als een soort bol die zich uitspreidt. Het oppervlak van een bol. Weten jullie hoe dat gaat? Wat de formule daarvoor is? Ja, er zit in ieder geval een R kwadraat in. Heel goed, Nicky. Oh, ja, dat zal allemaal wel. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in die kwadraat. Dus als een bol twee keer zo groot wordt, wordt het oppervlak de vier keer zo groot. Dus nou, als je een beetje uitstelt dat die kracht zeg maar, een beetje moet uitspreiden over, dan zou je kunnen aannemen dat als de afstand dus twee keer zo groot is, dat de kracht vier keer zo klein is. Heb je? Je zat het om uit te leggen, toch? Of niet? Ja. Wacht even. Als deze lading groter wordt, stel dat deze twee keer groter wordt, dan wordt de kracht ook echt twee keer groter. Als deze lading groter wordt, dan wordt de kracht ook twee keer groter, omdat ze echt elkaar aantrekken. Dus een beetje met zwaartekracht, hè? Ja, eigenlijk ook. Als jij twee keer zo zwaar bent, is de kracht die je op de weegschaal zet, wordt ook twee keer groter, omdat jouw massa twee keer groter is. Ja, dus bij elektrostatische kracht is dat eigenlijk hetzelfde. Nou, je ziet ook de zwaartekrachtformule is ook, als je dit vervangt door massa 1 en massa 2, heb je eigenlijk precies gewoon de zwaartekrachtformule. Daar zit ook gedeeld door de R-kwadraat, dat is hetzelfde verhaal als die cirkel met het oppervlak. Er komen nog wat dingen bij. Pi en epsilon 0. Ja, dat noemen ze epsilon. En dit is eigenlijk een natuurconstante. Dat is dus een ding wat ze gekozen hebben, we zullen straks zien dat je vanwege een bepaalde reden zo gekozen hebt. Maar dit is in principe de wet van Coulomb. Oké. En dat is puur de krachten tussen ladingen. En dat zijn de krachten tussen ladingen als ze stilstaan, maar het is in principe ook de krachten tussen ladingen als ze bewegen. Alleen als ze bewegen komt er nog een extra kracht bij, dat is de magnetische kracht, maar die gaan we volgende week. Stel dat we nou allemaal ladingjes hebben. En we willen weten, we plaatsen hier een lading, en we willen weten wat de kracht is op die lading. Nou, wat je dan in principe zou moeten doen, dan zou je deze en deze moeten pakken, dat uitrekenen, en die moeten uitrekenen, et cetera, et cetera, et cetera. Toch? Dat is in principe hoe je de wet van Coulomb toepast. Dat is wel wat lastig. En je zou eigenlijk een manier willen hebben hoe je dat makkelijker zou kunnen uitrekenen. En die manier is er ook. Wat je zou kunnen zeggen is het introduceren van een veld. Dit hebben we al gedaan. Het introduceren van een veld. Wat je dan doet is, dan zeg je eigenlijk dat elke lading, die creëert een elektrisch veld. En een veld is een manier om makkelijker om mee te rekenen. Want nu zeg je gewoon eigenlijk, als ik ergens een kracht heb, als ik ergens een testlading neerzet, wat is de kracht op dat testladingje? Dat is gewoon het veld maal mijn lading. Dat zou je mogen kunnen doen. Hè? In feite zitten we nu gewoon nog steeds een beetje met wiskunde te spelen. Je kan dit natuurlijk vergelijken. Een veld zou je kunnen vergelijken bijvoorbeeld met, stel dat je dat dit een berg is. En als je wil weten, als ik er iets op die berg zet, welke kant die op gaat,
dan zou je hier ook gewoon een veld van kunnen maken. Hè? Dan zou je, bijvoorbeeld dit is dan een punt, want daar doet hij niks. Maar dit zou dan een vectortje die kant zijn. Dit is een vectortje die kant. Dit is een vectortje die kant. En dit is een vectortje die kant. Dit is weer een punt. Dit is een vectortje die kant. Dus als ik hier een bal neerzet, kan ik gewoon naar het veld kijken. Nou, dan gaat hij die kant op. Dat is ook zo. Dus je zou van zwaartekracht zou je ook gewoon een veld kunnen. Ik teken er nou al korte en lange vectoren. Hè? Nou, dat is, dus elke plek heeft gewoon een waarde en een richting. Is het logisch dat die dicht bij die lading groter is? Ja. Ja, hè? Want die, als je niet kijkt in die originele formule van Coulomb, dan hoe ver die ging, hoe zwakker de kracht is. Nee, dat gaat niet opnieuw. Nee, ik ga het niet meer open doen. Dan. Hij is echt te laat. Of zij. Hey, als we dit weten, hè, en we weten ook wat de wet van Coulomb was. We wisten dat de wet van Coulomb was die Q1, Q2, gedeeld door R kwadraat, en dan stond er iets nog met 4pi en epsilon 0. Ik heb nu iets anders opgeschreven. Ik heb nu opgeschreven, F is E keer Q2 eigenlijk. Laten we dat zeggen, ja. Dat is de testlading. Wat kan ik dan voor E opschrijven? In dit geval, dat je E-lading hebt. Alles onderstreken zo? Ja, behoorlijk. Onder de streep, dat klopt sowieso. Maar degene die je er nog bij moet pakken is ook die keer Q. Dus die gaan we dan nog buiten. De bron. En dit is het elektrisch veld wat je krijgt als je ergens een bronlading hebt. Nou, als je dan weer teruggaat, dan moet ik even spieken of dat. Wel even wachten tot jullie het schrijven. Hij doet het nog? Deze ook. Ja, ja. Als we dan weer teruggaan, hoe gebruik je dat dan? Hè? Voor al deze bronladingen zou je allemaal die vectortjes kunnen uitrekenen. Op elk punt. Dat is natuurlijk ook wel veel werk. En dan kun je al die vectortjes per punt optellen. Maar als je dat eenmaal gehad hebt. Als je dat helemaal gedaan hebt, dan weet je, elke lading die je ergens neerzet, weet je precies heel makkelijk welke kracht die krijgt. Oké. Okay. Hey, zo'n elektrisch veld kun je ook voorstellen, voorstellen bedoel ik ermee visualiseren. Dus laat het zien, met veldlijnen. En wat je met veldlijnen eigenlijk doet, is dat je die vectortjes die we daar getekend hebben, dat je daar een soort lijnen doorheen gaat trekken. Nou, dan krijg je dit soort plaatjes, dus je krijgt weer die puntlading. Je ziet hier dat originele vectortje. Hier ook een origineel vectortje. Nou, dan zou je lijnen erin kunnen trekken. Dan weet je, ben je wel één ding kwijt, want je weet niet wat de kracht van het veld is. He, want hier was zo dat hoe langer het streepje, hoe krachtiger het veld is. Maar dat is niet helemaal zo, want hoe het bij veldlijnen werkt, is dat ze. Dat is een afspraak, hè? Als ze dichter op elkaar zitten, is het veld sterker. Dus hier is het veld veel minder sterk als hier. Stel dat we dan een plus en een min neerzetten. Nou, dan kunnen we ook nog steeds veldlijnen trekken. En dan moet je even nadenken, dat elektrisch veld was eigenlijk van, als ik een elektron zou plaatsen, iets met een positieve lading, welke kant zou het dan op gaan? Nou, daar kun je wel iets bij voorstellen, hè? Dat als ik hier iets neerzet, bijvoorbeeld een elektron, dat die zo, want die gaat tegen het veld in, dat die zo woep, die kant op gaat. Of dat je, als je hem hier zet, gaat hij die kant op. Maar als je hier een elektron plaatst, die ziet hem het meeste, die zal afstoten, dus dan gaat hij die kant op. Je kan ook twee dezelfde ladingen. Even een vraag aan jullie. Wat gebeurt er als we daar een testlading plaatsen? Bijvoorbeeld een elektron of een positron. Dus een positieve lading. Vingers. Elektron zou die waarschijnlijk in het blijven. Ja. Wat, en waarom is dat? Omdat het van beide kanten de hele kaart van elkaar getrokken. Ja, precies. Dus vanuit die kant is het logisch. Als je gaat kijken naar het veldlijnenplaatje, ja, er zijn bijna geen veldlijnen. Dus
Het elektrische veld is daar heel maar zwak. Is dat niet één uur nodig om hem de hele tijd te blijven trekken? Of zo. Om die uit elkaar te daar niet is. Ja, dat klopt. Als je dit zo neerzet, dan gaan ze vanzelf uit elkaar. Dat klopt. Ja, ja dat klopt helemaal. Dus net, ja, ja, 100%. Maar als je een koosje doen, kan hij aan die andere twee ruiten? Ja. Als ik hier een plusje ga neerzetten, dan zal er in één keer. Nou ja, sterker nog. Nee, dat gaat gewoon gebeuren. Ja, hij gaat gewoon duwen. Dat klopt. Kijk, hey, als we hier een Tesla-lading plaatsen. Een elektron plaatsen. Wat daar in het midden zo, op dat middelste lijntje. Dan gaat hij inderdaad naar de plus, hè? Nee, dan stelt hij af. Nee, nee, nee. Dat elektron zou gewoon goed naar die plus gaan. En als het echt een positron zou zijn, dan zou je een explosie krijgen. Maar voilà. Vragen jullie. Je ziet hier dat er bijna hier rechts bijna evenveel veldlijnen zijn als links. Dus dat zou inhouden dat het elektrische veld daar ongeveer even sterk is. Dus aan de randen is het wel iets sterker. Maar je ziet dat het niet zoveel varieert. Hoe komt dat? Vind ik dat logisch? Als ik een elektron plaats en ik plaats hem hier dicht bij de linker, dan wordt hij heel veel afgestoten. Toch? Dus het heeft een hele grote kracht naar rechts. Als ik hem dicht bij die plus plaats, dan wordt hij ook heel erg aangetrokken. Dan heeft hij ook meteen weer een hele sterke kracht naar rechts. Wat je in feite hier gaat hebben, is dat die kracht bijna, we gaan straks situaties zien waar het echt constant is, maar die kracht is hier eigenlijk constant. Zo goed als constant. Dit is een speciale situatie, dit noemen ze een dipool. Dus je hebt twee polen, die twee dipool. Oké. Nu gaan we een beetje een mindfuck toepassen. Dit is het elektrisch veld, hè? Prima. Dan gaan we naar de. Wat zou de eenheid zijn van een elektrisch veld, denk je? Newton. Een newton per coulomb, hè? Want het is kracht per lading, weet je nog? Dit is, lading en je wil hier kracht uit krijgen, ja, dan moet je wel newton per coulomb. Oké. Maar wat die ook is, het is ook volt per meter. Maar dat wisten jullie misschien al wel. Oh ja. En dat heeft nog wel leuke dingen. Heeft nog wel leuke dingen. Zullen we het nu al doen? Ja. We gaan het nu even doen. Kan ik een volgende plaatje? Nee, ik kan het volgende plaatje. Dan kan ik het daar doen. 1 meter. Hier, dames en heren, wat is het elektrisch veld tegen jullie? Nou, de borstelplaat. Ja, hij ligt onder de trein. Wat is het elektrisch veld? 10 wat? 10 volt per meter of 10 newton per coulomb? En wat houdt het eigenlijk in, hè? Wat houdt het eigenlijk in? In principe, als dit 10 volt is, dan zullen hier iets meer plusjes zitten. Aan de andere kant zullen iets meer minnetjes zitten. Toch? Dat is logisch, hè? En je zou, ja, dit is mijn poging om zo'n elektrisch veld te tekenen. Dat is niet zo heel goed gelukt. Maar oké. Dat is 10 volt per meter, 10 newton per coulomb. Als ik daar nou een elektrische lading plaats, een elektron bijvoorbeeld, wat voor kracht krijgt hij dan? En we schrijven even op dat de lading van een elektron, die weet jullie allemaal uit je hoofd. Denk het niet, hè? 1,6. Ja, ik hoor hem wel. Het is 1,602 keer 10 tot de min 9. Het is niet toevalligerwijs precies hetzelfde getal als 1 elektron. Maar dat is geen toeval. Dat... Nou, die gaan met elkaar samen. Wat is dan de kracht op dat elektron? Zonder.
dit, maandag. Keer 10 volt per week. Ja. Dus het is gewoon 1,602 keer 10 tot en met 18. Dus dat is wel handig om mee te rekenen. Dat zijn handige trucjes. Oké. En het elektron gaat die kant op, hè? Oké. Als je nou weerstand hebt. Wat is de reden dat de stroom gelijk door een weerstand zit? Het is precies hetzelfde verhaal als net. Hè? Je krijgt hier ook weer een elektrisch veld door die weerstand weg, toch? En die zorgt weer voor kracht. En dat zorgt dat er uiteindelijk elektronen gaan lopen. En volgens mij heb ik nu... Dus dit is een elektrisch veld. En dat elektrisch veld zorgt gewoon dat er elektronen doorheen gaan. Vijf volgens mij. Dat is 5 kilo. Als ik de spanning groter maak, wat gebeurt er dan? Krijg je een groter elektrisch veld, meer kracht op de elektron, dan zou je inderdaad meer de kracht op die elektron worden groter. Dus dan gaat de stroom gewoon toenemen. Klopt. En als we dit doen. Dit is een condensator. Zoals ik hem hier voorstel, is de aller simpelste. Is gewoon 2 platen. Kun je gewoon met aluminiumfolie maken, 2 platen. Sluit wat op aan, heb je een condensator. Wat is de spanning op dit moment? Ik heb hem net aangesloten, ik heb hier net 10 volt op gezet. Wat is de spanning hier? 10 volt. Wat zei jij? 10 volt. Als hier 10 volt ze overeen zou moeten vallen, dan zou er hier een elektrisch veld moeten zitten en dan zou aan de ene kant meer kraten moeten zijn en aan de andere kant meer elektronen. Dat is nog niet, hij is nog leeg. De condensator is nog leeg. Als je een leeg condensator in zet, een voltmeter op, wat komt eruit? 0 volt. Dus op het moment dat je hem opstart, staat er daar gewoon 0 volt. Op het moment dat je hem opstapt, hè? En nu zet ik er 10 volt op. Wat gaat er gebeuren? Hier staat een elektrisch veld overheen. En hier gaan elektroden lopen. Ik heb gepost, er kwam er net al eentje stiekem voorbij. Hè? Ik weet niet of jullie hem zagen. Als er hier een elektron weg is, wat hou ik hier over? Vingers. Wat hou ik over als ik van een plaat een elektron weghaal? Is die dan nog neutraal beladen? Dat zijn geen vingers, maar ik hoor het wel. Dus daar komt een plusje. Maar dat plusje, dat gaat daar een elektron aan trekken. En hoe dan? Maar hoe het hier zo weergegeven is, is dat er een versnelling is en een vertraging, maar het is toch dat die constant is. Hij is constant. Dat is de... Dat is de beperkingen van PowerPoint. Okay. Ja. Nee, hij loopt ook constant. Klopt. Maar dat plusje zal aan die kant weer een minnetje gaan aantrekken. Nou, dan heb je dus in feite hier een elektrisch veld. Mee eens of niet? Ja. Dat is ook logisch, hè? Je hebt een plusje, minnetje, elektrisch veld. Oké. Dat gaat door, hè? Hier gaat stroom lopen. En er komen steeds meer plusjes op die plaat. Dat gaat door totdat? Condensator voor. Ja, en wat wil zeggen vol? 10 volt, hè? Want dan staat er hier geen elektrisch veld meer. En dan stopt het. Tot helemaal, tot 10 volt. En dit is wat je gaat zien hoe die spanning over de condensator. De spanning over de condensator is eerst 0. En die loopt op. En die zal gaan afvlakken. En waarom is dat? Waarom gaat die steeds langzamer? Kijk maar eens naar het spanningsverschil wat hier over zal staan. Ja? Ja? Dat er steeds minder elektronen zijn die je kunt verdrijven. Dus ja, dat is een scheik omdat het op de stroom minder is. Nee, dat is het niet. Ja, ik hoor iemand... Het verschil tussen die spanning wordt steeds kleiner. Ja, het verschil tussen deze spanning wordt steeds kleiner als hij oplaat. En dit is de stroom die hem leeg, die hem oplaat, hè? Daarom krijg je dit. En dit is een eenmacht.
ook zo dat als de plaat vol raakt met elektronen, dat die dan zo negatief is dat het steeds moeilijker wordt om in de plaat te gaan met die elektronen? Ja, nee, het is een beetje hoe je het bekijkt. Kijk, op het moment dat deze spanning steeds hoger wordt, dan is de drive van hier naar hier wordt wel steeds kleiner. Dus dan heb je, om dezelfde stroom te blijven houden, moet je eigenlijk die spanning ook omhoog zetten. Dus in zoverre ja. Nekkie. Ja, dus je moet eerst helemaal wachten tot die condensator leeg is, dan pas kan die weer vol. Of gaat het gewoon in één keer? Nee, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar in principe, als je begint met een leeg condensator, en je begint met 0 volt, 0 volt, en je zet er hier 10 volt op, dan ga je dit zien. Zometeen gaan we andere situaties bekijken. En je ziet ook dat de stroom, die rood is de laadstroom, die loopt dus naar beneden. Dat is logisch, want die spanning wordt steeds kleiner. Oké. Dus als je een gelijkspanning, wat is een gelijkspanning, hè? Over een RC-circuit, dat is een RC-circuit, als je dat te zet, zal er alleen in het begin even een stroom lopen. Toch? Dat hebben we net gezien. En dat is het begin wat we beginnen totdat de condensator is opgeladen. Kun je ook iets over tijden zeggen? Nou, dan ga je nog krijgen in volgende blok, maar je ziet er hier al RC-constanten staan. Dat ga je nog zien. Blijkbaar heeft dat iets met de tijd te maken. Hey, als ik dit nou heb, hè, en ik haal de weerstand weg, wat gebeurt er dan met de condensator? Hij loopt leeg. Loopt hij leeg? Ja, jullie gaan ervan uit dat de condensator ook een beetje lekt. Maar stel dat die ideaal zou zijn, stel dat het echt alleen maar twee platen zijn en dat er geen elektronen... Dan houdt hij die spanning gewoon vast. En wat hier eigenlijk gebeurt, is dat hier een elektrisch veld zit, dat die plusjes en die minnetjes aan elkaar blijven trekken. Dus daardoor blijven ze zitten. Want die houden van elkaar en denken, ik wil wel met jou samen worden. Ja? Weet je voor je onderhoud? Dus als je de spanning eraf haalt bij een condensator, blijft je spanning opgeladen. Hey, dit is hoe een condensator eruit ziet. Er zit inderdaad dielectricum ertussen. Dat is inderdaad al, er zit papier en dat noemen ze blijkbaar een dielectricum. Hij is opgerold. Dus gaan we zo meteen ook zien waarom ze dat doen. Waarom doen ze dat allemaal? Als je twee platen hebt, een condensator met twee platen. En dit is eigenlijk min of meer dezelfde situatie als net, hè? De weerstand is weg. Dat veld was spanning gedeeld door afstand, hè? Meens? En dat veld zegt wat over hoe graag ze bij elkaar willen zitten, hè? En nu ga ik een nieuw begrip introduceren. Nou, die hebben we waarschijnlijk ook voor een deel al gehad. Hoeveel lading gaat er nou op zitten? Dat is gelijk aan dat spanningsverschil, hè? Logisch. Maal 70. Dat is de capaciteit van de condensator. In faraat. Maar wat wil dat nou zeggen? Waarom wordt die C nou bepaald? Dan gaan we alvast even een idee. Als ik die tijdplaten dichter bij elkaar hou, wordt het veld dan groter of kleiner? Als je dit hier ziet. Gedeeld door, hè? Ja, dus als die D kleiner wordt, dus je haalt die platen dichter, zou de capaciteit dan groter worden? Want die elektronen en die gaten die zitten dan dichter bij elkaar, die trekken in feite veel harder naar elkaar toe. Dan wordt het daardoor makkelijker om hem op te laden. Want op zich, kijk, vergis je niet, hè, die minnetjes die hier op die plaat zitten, die hebben in principe een hekel aan elkaar. De enige reden dat ze er toch zitten,